vorig jaar was een WK, dat is hetzelfde niveau als in de Olympische Spelen. Alleen ja, de uitdaging voor dit jaar is dat het twee toernooien zijn. Dus dat betekent dat degene die zeker al zeker zijn van de Spelen, dat ik die iets later in vorm laat komen en zorg dat de eerste piek rond het EK ligt. En daarna gaan ze weer op trainingskamp en dan volgt een tweede piek tijdens de Spelen. Stress. Pilmon. Clark. Rick. Mark. Oké, een jelletje. Met cafeïne. Met cafeïne. God, gaan we nog. Kijk, er is geen koffie op. Dit? Ja, dat is het. Wegwezen. En ik krijg niks. Nee, jij ja, krijgt niks. Wat wil je? Jongens. Deze. Oh, yo. Ja, nee, dat is goed. Dat is extra krachttraining. Hebben de meiden er wel zin in of we lopen verder geen zin in? Jongens, we moeten ons doen staan, kom maar te zien. Het gaat weer echt serieus aan toe vandaag. Jongen. Zou je dat niet anders zien? Nee, dit is wel leuk toch? Ja, en gewoon tussen die apenkolonie, daar valt ze niet zo op. Maar hoe zie je dat? Een beetje lol trappen zo tijdens training? Ja, dat moet kunnen. Je moet het wel een heel jaar volhouden, dus er mag wel een beetje plezier in zitten. En als het echt serieuze training is, dan gaat de knop toch wel om. Het is gewoon een lekkere, ontspannen, lange, rustige duurloop. Nou ja, rustig. Ik denk dat ze... Hoe hard lopen jullie? 450 kilometer. Nou ja, het ziet eruit als jogger toch? Een beetje stijf onderrug. Eigenlijk pas sinds vorige week. Dus toen ook even wat trainingen overgeslagen. Ik heb het eerder gehad, dus ik weet wat ik moet doen. Ik ben gewoon stijf in mijn hamstrings en mijn rug is snel vast, dus dan moet ik gewoon even wat aandacht aan besteden en dan gaat het meestal wel snel beter. En dat later behandelen door onze grote vriend Jacke. Mijn outdoor pair is nu op het moment van afgelopen zomer 1:45.5. Dus ik moet nog 18e ervan aflopen. Ik denk dat het wel een doel is wat haalbaar is. Oké, okay, let's see how that feels in the next couple of days. Thank you. Wat dan? Still comes up, yeah. Yeah, good loss. Makkelijker zo in het zonnetje. Wat liep je nu voor tijden? We deden 150 meter, 200 meter, 150. De eerste 150 was 15,6 volgens mij. 200 in 21,58. En de laatste weer 16,1. Prima. Hoe hard moet dit als je de Olympische limiet wil lopen? Dat is een goede vraag. Ik weet niet. Zulke trainingen lopen tot nu toe bijna elke keer harder. Vorige keer eindigden we met 21,4. En nu beginnen we met 21,58. Dus ik denk dat we prima onderweg zijn en hoe hard moet het voor de Olympische limiet? Ik denk dat de 21 op zich best hard zat is. Ja. Waar zit het er dan vooral in? Niet te veel gekke dingen.
Nou, dat is altijd moeilijk, hè. En verder 5 weken dit doorbouwen. De eerste 3 weken relatief rustig houden, niet te gek doen. En de laatste 2 weken nog even die scherpte erop. En ik denk dat een beetje. Ik denk dat dan moet wel goed komen. Hopen we. Merk je aan atleten dat ze er anders in zitten? Ja, sommigen die hebben wel de neigingen om nog net iets steviger erin te gaan of nog net iets meer te willen doen. Maar eigenlijk is de kunst om gewoon zo consistent mogelijk te kunnen trainen. En dat je niet, dat betekent niet dat je harder hoeft te trainen of meer hoeft te trainen, maar gewoon dat je die balans wel heel erg goed moet bewaken. En dat vind ik ook wel een taak voor mij als coach, dat ik die balans goed bewaak. Dat ze niet te veel doorschieten in de obsessie van ik moet dan en dan goed zijn. Maar Adi, ben je tevreden over de formatie nu? Ja, zo? Ja? Ja. Maar zit mevrouw Koster niet 1 linie te ver naar voren? Zit mevrouw Koster niet 1 linie te ver naar voren? Ja, nee, is goed ook. Nee, mag? Als het moet, dan eigenlijk aan het... Ik gewoon aan de staart trekken. Ik heb wel zoiets, ik heb natuurlijk 19 mei Marrakesh 5. Ja. Ik wil wel een bepaald niveau, met een bepaald niveau nee, daarheen ik. Gaan, nee, zeg maar. Ik. Nee, snap ik. Maar dat is even de puzzel zoals ik hem moet leggen. Ja. Dus, en kijk, gaat het nu allemaal al heel super, dan is dat aerobe niveau al heel hoog, zeg maar. Mm-hmm. Dan kan je ook al eerder een wat meer lactische prikkel erin gooien. Maar het is altijd de balans van de bijt mekaar. Als ik heel erg lactisch ga trainen, dan breek ik af datgene wat aerobe is. En aerobe kost maanden om op te bouwen en lactisch. Ja, dat heb je wel voorgaande keren. Als je 1 keer een goede training draait, 1 keer het rond zo'n paar harde duizendjes, dan loop je gelijk een goede 5. Dus dat is... Dat is voorgaande keren ook gebeurd. En ja, ik snap dat je in Marrakesh goed wil zijn, maar je wil nog beter zijn in Rome. Ja. Ja, want daar zijn de prijzen te winnen. Dus dat is dus ik zie Marrakesh wel als een opstapje naar nog beter worden in Rome. Het wordt niet een 5x1000 hier in... Nee, was ik eigenlijk niet van plan, maar nee. Ik moet nog even goed naar de planning. Even kijken. Ik doe het allemaal graag op het juiste moment de juiste prikkel, zeg maar. Ja. Maal stappen. Zet je voor. Oké, goed. Mag dit harder of moet je bedaard worden? Nou, als het oké voelt, kan je ietsjes harder gaan. Ja? Ja. Enige mate van comfort voel, ja. Dat ik altijd eigenlijk net dan even... Ja, maar dat komt omdat je van vroeger uit gewend bent om altijd te beuken, zeg maar. Ja, ik denk dat het gewoon dus nooit meer weggaat. Dan voelt het bijna ongemakkelijk als alles heel easy gaat, maar dat is wel... Ja. Resultaten... Dat vind ik helemaal oké, maar soms voel ik nog wel eens dat het... Ja, en het is gewoon... Het jaar is niet anders dan... Dan vorig jaar, zeg maar. Hè? WK is net zo belangrijk als het feit, is net zo'n niveau als de spelers. Dus het hoeft ook niet om anders te zijn of specialer te zijn, maar gewoon de simpele dingen goed blijven doen. Dan komt het wel goed. Elke keer als je denkt van een extra stapje meer doen, dan doe ik het niet. Gisteren wilde ik dat wel, maar dat probeer ik wel een beetje te. Ik wilde het zelfs als een kernwaarde formuleren van ons team, ongedwongen. Maar ja, dat klonk ook weer zo alsof je dan niet ambitieus en serieus bent. Dus dat, die kernwaarde hebben we eruit gelaten. Maar plezier in de sport. Dat is wel heel erg belangrijk om het heel lang vol te houden. En dat is uiteindelijk wel de essentie van als je jezelf wil ontwikkelen, dan moet je het heel lang vol kunnen houden om tot resultaten te komen. Ja, en als dat met veel lol gepaard gaat, dan is het veel makkelijker vol te houden. Nou, dan loop je weer bij de vrouwen, wat is het nou? Kom man, naar die mannen toe. Nou, daar ben je niet gewend, hè, Den Helder, om met vrouwen te trainen, of wel? Nee.
Maar het zijn wel goede vrouwen hoor. Het zijn wel toppers. Een paar die er tussen lopen. Ja, loopt die ene bij de handen met de zonnebril op. Die moet je een beetje negeren. Gelopen door een paar vrouwen. 30 vrouwen. Ja. Nee, 28,98. Ja. Met die 2 meter. Misschien rond Final Search het mooi af omhoog of zo. Ja, denk je niet. Denk je niet? Ik mocht ook nog 10 seconden. Je mocht nog 10 seconden. En ben je 10 seconden te vroeg gestopt? Ja. Terwijl ik bijna ga op parking joggen, toen dacht ik aan jouw stemmetje wel. Dan word ik zo weer gefilmd, maar ik kom dan op Instagram. Ja.